Minister Suharto Mustaja van Arbeid heeft gemeend om in aanloop naar 1 mei, Rokomangdi, de arbeiders een extra riem onder het hart te steken. Hij doet dit vanwege zijn betrokkenheid bij de strijd voor verbetering van werkomstandigheden en het welzijn van werkenden. De bewindsman onderkent dat de werkende klasse in economisch opzicht een moeilijke tijd doormaakt. Mustaja is in een persbericht van het Nationaal Informatie Instituut, NII, daarom breedvoerig ingegaan op de maatregelen die de regering genomen heeft en nog van plan is te treffen. Zo heeft de regering volgens de minister intussen een maandelijkse verhoging bewerkstelligd op de lonen en salarissen van werkenden in de publieke sector, onder wie de onderwijsgevenden en politieambtenaren. Voor de private sector is het minimumuurloon ingevoerd. Mustaja zegt verder dat met de aanname van de wet arbeidsbescherming gezin een historische mijlpaal is bereikt in de ontwikkeling van het Surinaam sociaal zekerheidsrecht. Minister Mustaja roept aan het eind van zijn 1 mei boodschap de vakbeweging en het bedrijfsleven op de huidige arbeidsrust te behouden.